Ik heb heel lang getwijfeld of ik dit moest doen. Vaak willen mensen ook iets weten van de mens achter de man die die foto's maakt. Een goede foto kan je echt bijna laten proeven hoe het in die tijd was. Mooie harde schaduws onder de kin, waardoor je een mooie kaaklijn krijgt. Eén ding kunnen is echt niet meer genoeg in deze tijd. Mensen willen dat je meer dingen kunt dan één. Je moet als fotograaf echt zakelijk durven zijn. Statieven, licht, allemaal investeringen die je maakt. Vraag geld. Vraag geld voor wat je doet. Het is een vak. Het probleem met nabewerken is dat je snel te ver gaat. Hoe meer je zichtbaar bent, hoe groter je merk wordt, hoe groter je naamsbekendheid wordt. Model staat hier, ik sta daar. Dit is wel een mooi voorbeeld trouwens. Omdat hij lag te slapen, werd er niet meer op de tijd gelet en kon ik lekker doorschieten. Weet je, en daarom is het zo belangrijk dat je een gezellige studioruimte hebt. Ik pak eigenlijk de mooiste foto's altijd uit de momenten tussendoor. De fotografie zal nooit verdwijnen. Tuurlijk heeft fotografie toekomst. Het is aan jou en het is aan mij wat we eraan gaan doen. Ik denk dat we daarom deze masterclass nu doen.